Ah, oké. Okay. Mekaar Maar wat afknallen, klaar. zij doen, vind je ze leuk? Ah, ja. Dat schijnt iets beter te zijn nou, dat je vrij snel, zeg maar, bij andere mensen terechtkomt, zeg maar. Niet dat je de hele tijd alles zit te verzamelen en dan in één keer wat je neergeschoten. Dat schijnt beter te zijn, maar ik weet het niet. Oké. In feite. Ja. Hey Sam, welkom. Hey, hallo. Leuk dat Hallo. je er Hey, hallo. bent. Fijn. Fijn dat je er Fijn dat je bent. nog wat zegt. Ik zei Jongen, al de hele jongen. tijd hallo, maar jullie praten helemaal door mij heen. Oh, Oh. Ah, dit ben ik niet bewust hoor. Is er wat frustratie, Shadow, van vorige week? Nee, hoezo? Dat was alleen een Oh. eikel die me een keer beukte, maar ik weet niet wie het was. Maar we hebben ons wel kapot gelachen om de YouTube-film. Die 16 keer die je er bekeken is, het is 15 keer door ons, denk ik. Ik denk toch terugkijken. Shit, is dat zo te zeiken over dat hij zo gebeukt werd? Ik denk, nou, ik kan me haast niet voorstellen. Dus ik terugkijken, jou hè. Sammy, jongen, echt, wat ben jij een vieze beuker? Soms heb je van die gelukjes, hè? Die vieze Daniel Feij, die zit gewoon een ander spel te doen. Kan niet, hè? Bastard. Die Wat zit zit er dat nou aan? Destiny 2. Dat is vorige week al over, ja. Nou, ik heb hem nu een uitnodiging gestuurd, dus dwars door zijn spel heen. Dat is altijd fijn. En dan maar blijven doen, hè? Ja. Nou, zijn jullie er klaar voor, mietjes? Ja hoor. Dan gaan Waar we moet ik hem beginnen. kopen? Wat? Ik moet hem kopen, anders kan ik hem niet gebruiken. Nee, dan gaat hij automatisch de default. Oh. Ja, joh. Hele kofferbakstuk. Nou, dit is niet zo moeilijk. Er zijn maar drie bochten. Ja. Dat kan niet misgaan, zou je zeggen. Nee, dat zou je zeggen, ja. Zou je zeggen, ja. We gaan ons best doen. Was even dan. Die kwam iets later. Hij zei, ik ga proberen half acht te halen, maar ik... En Noxie komt ook Noxie? nog. Die komt meestal ook om 8 uur. Oh, Paul heeft ook wel een brute bak trouwens. Is aan. Oh ja, dat is een kutbocht weer. Hey, bukken. Ik kan het Zo, wel erin. ik heb lakschade aan de achterkant, Shadow. Ja, ik zeg het. zit iemand achter mij, ik word er helemaal nerveus van. Joehoe. Die is voor mij oranje, ik Ik weet denk dat helemaal het een wat inhoudt. kopstaartbotsing wordt. Oh, komt ie hoor. Ja hoor. Bochtje. Ah, dank je. Rechte deur helemaal ontwricht, Ja lekker. man. Blaktrap. Jezus, wat is dat voor een apparaat wat jij hebt, joh? En dit is anders Dat over echt dit. hard. Het gaat best wel lekker, ja. Oh. Oh, ik dacht dat alleen maar gas geven was.
Ik zie wat in mijn ik zit je kentekenplaat te likken. Chris denkt het is lonely aan de top. Ah. Ja, nou, ik hou zo wel een veen, anders is het niet leuk. Nou, doe maar je best, want het is de laatste ronde die je wint, jongen. Ja, precies. Oh, je bent er alweer. Eitje, man. Ah, fuck. Kijk, dan hebben we de echte racer, komt nu online. Nou, fijne avond. Ja, ja, doei. Bedankt. Ik heb wel een snelle rondetijd in jullie twee. Echt waar? User joined your channel. Ik zat alleen maar met Paul te beuken. Ja, hallo. Ja. Zou je het dan niet doen, Mark? Nee, sorry. Hallo. Hallo, Poppy. Hallo. Hoe is het met Noxie? Ja, schatje, even een handig biertje. Ik moet even Chris eventjes in zijn reet neuken, ja? Oh, oké. Okay. Ja, ik spreek je zo, Poppy, ja? Lekker, Poppy. Lekker, hoor. Ah, je krijgt concurrentie, Shadow. Even, het is ook online. Oh god, oh god, oh god. Oh. Het is wel een fijn autootje dit, hè? Ik vind die Subaru wel een leuk dingetje. Maar die vieze faggot heeft ook nergens op gereageerd, hè? Die Daniel. Eens even kijken. Hebben jullie een invité voor mij? Oh, ja, nee. Daniel Feijen, die is helemaal verslaafd met Destiny 2. Goed daar zo, komt, klopt. Komt er ook een vriendje van hem. Oh, ik moet wel even eentje starten natuurlijk. Uitnodiging. Ja. Invite players. Invites. Gewoon lekker blijven inviten, hè? Daniel Feijen, heerlijk. Je helemaal gek van. Edit rounds. Misschien ook maar beter dat hij niet meer meespeelt. Van die willen alleen maar beuken. Ja, hij beukt wel veel, ja, inderdaad. Wie? Oh, die Daniel Feijen, die hoe heet haast die even in... veel als Christen. Nee, ook beuk nooit. playerlist. Oh, even hoor je ons ook of niet? Oh, hij moet het niet horen, denk ik. Oh, hij zal nog even met de vrouw in gesprek zijn of zo. Beneden op de bank, met de laptop. Oh, dat kan ook nog. Heeft even daar kinderen? Nee, die is heel verstandig. Ik hoop het niet. Er zijn ook verstandige mensen op de wereld. Ja. Ja, precies. Kijk hoeveel ellende ik van jou heb, jongen. Echt. Drama. Nou, zonder mij was je leven nog zieliger. Nee, dan had ik er nog een hele tv gehad. TV-stuk gemaakt. Horen jullie mij nu? Ja. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Microfoon was niet. Waar blijft de coureur? Microfoon stond uit. Oh, hello. Hele avond kletsen. Ja. Allemaal dingen vertellen. Oh, kut. Ik ga geen auto kunnen selecteren. Shit. Nou, dat maakt niet uit. Nee, maakt voor jou niks uit. Maakt niet uit, joh. Ik heb geen kinderen. Ik ben zelf, volgens mijn vrouw ben ik zelf een groot kind, dus ze heeft het handen vol aan mij. Ja. Dat blijft tot je dood, hè? Zolang je dat stuur nog op je bureau bestaan, dan... Ja, precies, ja. Nou, dan ga ik ook zonder blijven een hele tijd. Gelukkig. Sterker nog, ik al tap eventjes voor een tweede stuurtje, tyfus. Oh jee. Ja joh, ik sta gewoon helemaal achteraan, hè. Oh. Mooie uitdaging. Lakschade. Ik heb lakkerschade. Lak. Oh, slippen.
Hey, ho, man, rot, hè? Beste. Middenkant, hè, mag. Nee. Ik zie een beetje vonk, Paul. Ja, ja, wat vind ik een zat, man. Hoppa. Volgens mij wij niet de beste auto met die Honda, als ik het zo bekijk. Nou, dan gaan we zo allemaal dezelfde pakken. Dat maakt niet uit, hoor. Ik, jawel, nee, oh, jawel. Nee, dat maakt helemaal niet uit, hè. Nou, Sam, maak even één fout. Volgens mij moet ik nog even mijn Logitech Profiler opstarten, want... Oh, doet hij niet goed? Ja, niet goed genoeg, nee. Doet het wel, maar niet lekker. Twee de stuurtje kopen, hè? Zie, beter toch? Ik zat in de grindbak. Nee! Oh, Jos Verstappen. Ja. Ik vind dit ook een kutauto hoor, sorry hoor. Welke heb je? Komt die Honda. Ja, ik ook. Ja, je moet die Subaru nemen, dat is wel een fijn bakkie. Daar wordt Sinterklaas niet zo vrolijk van hoor. Hoi. Nou, hang deze maar boven je bed, Sam, want dat is de laatste keer, echt. Oh, hier, strafsecondes. Zie je? Afsnijden. Nou, ben ik nog steeds de eerste. Nou, geluk heb je. Typisch Chris ook weer, hè? En beuken en dan nog niet winnen ook. Zie je, als je dan beukt, dan moet je ook winnen, Chris, hè? Oh, is dat zo? Waarom? Hé, hey, vast slip, hè, Sam? Sam heeft plus 2 seconden, Mark, dus misschien sta je eerste. Nee, net niet. Nee? Nee, op 200ste niet. Dan zou die op 2.43 nog wat komen. Of toch? Telt hij het nu bij elkaar op? Nou, we gaan het zien. Je moet, als je die auto wil kopen, moet je die knop ingedrukt houden. Dan gaat hij hem purse. Rechts onderin kun je dat doen, kopen. Ja, maar dan moet je wel geld hebben. Ja, maar dit heb je wel toch? Zo'n ding kost 30.000 of zo. Volgens mij krijg je... Ik heb net een huis gekocht. Denk je dat ik hier voor geld heb of zo? Dus doe het normaal. Godverdomme man, die auto is tientief is duur. Even kijken, vehicle, change vehicle. Ik koop toch een auto. Als je nu ja, een change vehicle doet, kun je nog niet selecteren dan, hè? Dan moet ik hem eerst launchen, denk ik. Change vehicle, wat kan ik doen? Ja, Subaru. Selecteer maar die Subaru. BRZ Modified. Purchase hold. Select. Heeft iedereen hem nu geselecteerd? Of lukt het niet? Nee. Ik heb een Nissan. Prima. Ik ook. Nou, als je het fijne auto vindt, is het goed. Ja, ik heb hem nu. Ja? Dan gaan we weer. En niet beuken nog, hè? Wat zeg je nou? Dat je fles moet beuken. Ja, is goed.
maakt mij niks als uit. Als jij even Sam de baan uitscheurt, dan hebben we weer plekje. Ja, dat klopt. Dan spelen we gewoon zoals verleden de week even, ja? Ik kan me niks herinneren van afgelopen week. Nou, ik wel. Ik heb de beelden teruggezien. Smerige nat nek. Afsnijden. Ah, Paul kan trouwens ook goed beuken, moet ik zeggen hoor. Ja, die is vooral van de lakschade. Alleen maar lakschade. Ik heb je niet van de weg gedrukt. Ik kwam er net rook af, jongen, bij die lak. Echt. Gas erop. Gaat dat beter, Evert, met stuur? Zeker, maar ik werd even achter in mijn kont gebeukt door Bolt Paul. Lekker, hè? Dus je krijgt ze nu terug. Oh, nee. Kutbar. Flash weer. Oh, sandwich. Kom op, we kunnen hem sandwichen, Paul. Oh, nee. Ah. Tik me. First driver is now on the left two. One lap down, and you're in third. Ah, kak. Die voorzag ik. Ah. Grindbakje, jongen. Hij remde veel te laat. Hij dacht op Swaffelaar. Ja, hij zat echt op mij te beuken. Gewoon. Ja. Dat had ik ook wel in de gaten. Ik wou je rem gebruiken. Tik hem in. Track limit is exceeded, ik ga gewoon een beetje... Ja. Dan heb je penalty, hij sneed die bocht te snel af, kort. Ja, het is met twee wielen door het gras heen, met twee wielen op de baan. Dat moet kunnen, toch? Nee, met vier wielen net langs de witte lijn. Oh, track limit exceeded, Stewards. Dag Marcus. Godverdomme, klopt hij met die oude bak, hoor. Slechte bocht. Hele slechte bocht. Ah, oh, nee. Oh. Lekker. Had ik mooi mazzel. Dankjewel, Chris. Ja, dat was mooi, hè? 1-2, hè? Zei ik toch? Ja, juist. Dat is wel prettig als je me dan weer laat winnen. Klopt, dan laat ik even straks winnen, hè? Ah, derde. Niet slecht. Kijk, een 51er voor Nox. Had ik net ook. Lekker hoor. I've been penaltied. Oh, ik heb ook een penalty. 5 seconden, Rick. Jij hebt hem 2 keer, Chris. What the fuck, man? Ja, foutje. Is Swaffelaar 5 seconden, dat is wel heel veel. Ja, ja, I know. Oh, dan moet je wandjes in je oren doen. Oh. Ik denk met die deur ertussen hoor je niks, maar... Ga maar weer. Mag ook niks hier in het huis. Hebben ze eindelijk plezier in huis, is weer niet goed, hè? Ja, het is zo waardeloos. Nooit goed, hè? Dat was vorige week, was Sam in één keer weg. Had stekker eruit getrokken. Omdat hij te veel herrie maakte boven, ze wou slapen.
Hij ging net, over de, net niet over de finish. Nog 3 meter moest hij rijden. Even kijken. Change vehicle. Edit events. En dan gaan we naar... We hebben nu modified. We gaan nu naar super modified. Super. Ja. Oh, super modified. Even kijken, wat is de power? Wil je nog een keuze maken qua auto of vind je het zo goed? Anders ga ik hem starten namelijk. Ik maak even een keuze. Ik heb de keuze gemaakt. Ja. Dan gaat hij. Ik hoorde het hele stuurkolom van Paul op en neer gaan, toen ik hem er vol in boor. Waarom begin ik steeds eerste? Ik heb ingesteld, de slechtste speler die mag vooraan beginnen. Maar waarom begin jij dan niet vooraan? Hey. Zit je me nou weer af te zeiken? Kijk, ik begin achteraan, dan zou ik wel de beste zijn. Hey, Flash begint achteraan. Nee, ik heb ingesteld dat degene die het hoogste level heeft, die start achterin. Oké. Okay. Nee, maar dat heeft namelijk een voordeel, dan hoef ik namelijk niet af te remmen in de bochten. Zo, Paul, je hebt een lekker autootje. Ja, ik hoop dat hij goed gaat. Ik hoop dat hij goed gaat. Je gaat toch wel een stukje sneller dit? Ik had een poepstart. Oh. Ah, nee! Daar moet je niet naartoe, Chris. Je moet rechtdoor. Ja, is een eikel die loopt te beuken. Laat me raden, Sam. Nee, ik ben voorin. Ik heb nog niemand gebeukt vandaag. Oh. Kijk, dag Noxie. Ja, je hebt die overpowered bak, hè? Is die sneller? Veel sneller. Je had net, je had net een auto moeten wisselen. Tering, wat gaat even te hard met die bak, joh? Ja, in de grindbak. Oh, maar die auto van jullie is inderdaad een stuk sneller, ja. Maar het is ook wel moeilijk te handelen hoor, moet ik zeggen. Nee, oh! Zo! Weer een homo ook, echt. Even het zeker weer. Ja, het doet het er gewoon om, hè, echt. Wat ben jij nou aan het doen, joh, vieze Rick? Zie je hoe snel die bak is, Mark? Ja, niet normaal. Zo, ik hem weggaan dan. Over het gras, daar krijg je penalty voor. Ik denk dat jij strafseconden hebt, meneer Van Heijden. Ik heb niks. Ja, echt wel. Ik heb strafseconden zelfs. Jij ging gewoon over het gras heen, joh. Ja, buiten het laatste lijnen. Stukje, dan snij je niks af. Nou. Hè? Ik eindig als vijfde binnen? Ja, vanwege die 2 seconden strafseconden. Ja, godverdomme. Ja, en dat is omdat iemand anders bij mij gewoon de gras... spullen inbeukt, hè? Wel, jammer, dan heb je penalty. Ja, maar die homo naast me doet dat toch?
Life is unfair. Ja, ik hoor het wel. Jullie zijn voor nog iets sneller. Dit is allemaal een beetje te langzaam. Ja. Ik had een leuk autootje. Nou, alle eerlijkheid, de baan is heel erg simpel. Ja, dat is ook omdat we zo simpel zijn, hè? Ja. Nou, wel die grindbak. Anders spreek je even voor jezelf. Oh. Staat zelfs, op mijn telefoon staat het zelfs simpel. Low prices, high servers. Maar we moeten wel even allemaal dezelfde auto kiezen, jongens. Is goed, dus, jongen. We gaan even, wat doen we dan? We kunnen kiezen de Honda, of de Mazda, of de Skyline. Die Mitsubishi Grid Edition, die Lancer Evolution, die is echt heel snel. Oké, dan moet ik hem wel even kopen, want die heb ik nog niet. Heb ik daar dan wel geld voor dan? Kost 72.000, dus als je dat hebt, kun je hem kopen. Die is wel heel snel. Als je kijkt met die Honda, die is echt gewoon bijna twee keer zo snel. Okay. Ja, en hij is ook vierwiel aangedreven ook nog, en die andere niet. Wat zeg je? En hij is nog vierwiel aangedreven ook. Sam, kies jij hem ook? Mitsubishi en Paul? Mitsubishi? We kunnen het nog niet kiezen, toch? Wel. Ja, je kunt kiezen. Waiting for players. Ja, je hebt die allereerste, die zwarte Grid Edition. Ik zit nog nergens in, hoor. Ik zit gewoon in Waiting for Players. Escape. Oh? En dan change vehicle. Escape, change vehicle. Kies je de Mitsubishi Lancer Evolution. Time Attack. Die moeten we hebben? Ja. We dat allemaal dezelfde auto hebben. Dan zitten we weer te zeiken dat de ene weer sneller is. Ja, Sam nog. Wat heeft change vehicle? Ik had hem als allereerst al. Oh, jij hebt de Special Edition of zo. Nee, dit is gewoon dezelfde. Maar dat is gewoon hetzelfde. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En dan gaan we deze nog één keer doen en dan pakken we een andere baan. We houden wel even deze auto aan. Dat we even een beetje gewend zijn aan het autootje. Mitsubishi Lancer Evolution 6 Time Attack, hè? Ja. Ik begrijp dat hij snel is, maar dat hij in de bochten niet zo lekker is. Ja, klopt. Je kunt best tegen iemand aanbeuken in de bocht en dan zo de bocht doorklappen. Ja, binnenkant nee. Pakken. Goeie tip. Ja, die heeft Paul opgevolgd. Niet tegen iemand, maar altijd tegen Chris. Ja, dan rij ik voor mee. Klopt, beter. Ik rij mee als vangrail. Komt goed. Wel een leuk autootje, ja. Nou, heeft hij een ander kleurtje, hoor. Een roze. Maar zo snel, ja. Godverdomme, wat gewoon gebeukt, wat gewoon op de baan rijdt. Nou, dat gaat dus weer nergens over. Ja. Hey! Dikke oorlog, verdomme. Ja. Kut, Paul. Ah, ja, hey. Ah, man, weer die rondbocht. Beuken eraf! Ja. Oh, leuk om in zijn kont. First lap, you're leading the race. Hahaha. Oh, disqualified in 9 seconds. Flash. Gillende banden achter me. Echt, ja. Mark, je moet hier rechtsaf, hè? Oh! Navigatie gaf haar rechtdoor, maar... Hé, hey, Shadow, nou niet beuken, hè? Wil je een tweetje van maken? Push to the front.
Oh, ik was bang dat je toch zou beuken. Nee. Ik zou nog 1-2 van maken. Maar ja. Ja, maar ja, ik geloofde je niet. Oh. Wat een tikkie. Wie is Quaker? Ja, die is een wild vreemde. Vind je dat vervelend? Moet ik die eruit gooien of? Ja, maar dat is altijd zo. Dan zet ik dat dicht. Dan kunnen ze mensen niet vreemd erbij komen. Oh, heb ik weer 2 seconden gekregen. Godverdomme. Zo, 40. Lekker hoor, 40-2. Netjes, Shadow. Dank u. Ja, je ziet het wel weer, hè. Zwaffelaar, bal. Altijd de beukers. Krijg je niet voor niks 2 seconden aan je broek. Jongen, ik ging door het gras heen. Oh. Ja, ik ging ook ergens doorheen. Ja, ik ging ook ergens doorheen. Doe ik normaal met een trekker altijd. Met een trekker zou ik gewoon wc-papier kunnen proberen. Noem een Swiffer. En dan terugzetten, hè? Oké, okay, nu gaan we even 5 events doen achter elkaar. Alrighty, dude. We zijn er nu klaar voor, toch? Zelfde auto weer houden of een andere? Andere. Oké. Okay. Wolken. Dan gaan we naar het iets betere nog. Dan gaan we naar de prototypes. Invites only. AI players niet. Maar je had laatst die... je had laatst die DTM's weer gevonden, toch maar? Ja, dat ja. Dat klopt. Dat is even kijken. Die vindt iedereen te gek namelijk. Oké, jongen. Nee, kom er zo aan. Volgens mij was dat World Time Attack tuner. Even kijken. Ja. Dat is deze. Nee. Nee? Nee. Met die Aston Martin erin, weet je nog? Kan ik hem niet betalen, die dingen? Ja, die heb je niet. Nee. Die heb je niet. Maar deze zijn wel lekker, deze auto's. Ja, je kan de eerste alleen lenen. Ja, maar dan hebben we dat is goed, want dat heeft hier niemand namelijk. Dus dan hebben we allemaal de eerste. Dus dat is goed. Let op dat Chris loopt sparen en heeft een ander nu. Nee, ik heb eerst gekocht. Nee, ik ben niet zo. Nou ja, meestal wel, maar nu niet. Ik wil het zeggen, dat is hoge uitzondering hoor. San Francisco. Nou. Ja, denk ik. Volgende week heb ik ook een My Little Pony op mijn dingetje. Met een mannetje met een sterretje. Och, jezus. Wat een taartschep, joh. Doe even normaal. Hé? Ik heb hem dichtgezet en zit er weer iemand bij. What the Nou ja. Maakt het niet. Die beuken we er gewoon af, joh. Nou, hij heeft gelukkig ook geen geld. Dus hij heeft ook dezelfde auto. Ik denk dat deze auto's alleen maar rechtdoor gaan. We shall see. Ze hebben wel veel spoiler in ieder geval. Nou, en die andere die heeft een of ander telraam meer, jongen. Ja, het duurt wel lang. Dat synchronizing. Volgens mij zag ik de Colombiaanse vlag. Dus komt uit Colombia. Daar hebben ze zo'n 14K4 modem. Zoveel nog.
Nee. jongen. Echt waar, jongens, ja? Ja, ik ben echt gebeukt, jongen. Oh! Dag, Mark. Hij zet hem helemaal klem, die Shadow. Shadow, je ook nog even aan de kant zetten. Ah. Paul heeft al een vouwfiets. Ik ook. Heb je ook schade aan staan of zo? Hij rijdt ook belabberd. Nee, visual only. Oké. Okay. Maar hij kan wel, als je echt 15 klappers maakt, kan hij wel kapot. Ah. I can fly. Dus jij dat je hier moest remmen, Nox? Nou, die Nox die halen we niet meer in. Godverdomme! Jongens, gaan ze er allemaal weer in. Oh nee, ik heb bolpol naast, maar dat gaat nooit goed! Wow. Oh nee, even! Goeie move, hè? Ja, echt wel, lekker. Zou ik nooit doen. Good first lap, keep pushing to the front. Oh, ik vries mijn motorkap. Ja, lekker. Krijg ik tegen mijn raam aan. Ik kon de ruiten weer aanzetten. God, dat is wel. Ah. Wat een tyfus auto. Quaker. Dag Quaker. Goed zo, Sam. Tutut. Joehoe. Met er voorbij. Oh ja. Hoppa. Ah, jongen. Sam. Joehoe. Tikkie. Er ligt ook spoiler op de weg hier. Spoiler alert, spoiler alert. Ik vind het wel fijne autootjes hoor. Ja, ik vind het wel leuk. Leuk, lekker ja. Ja, het scheelt echt. Als je niet gebeukt wordt, kan die best leuk rijden. Ja. Dat is het, hè. Nou, ik verlies nog een onderdeel. Oh, dat gaat hem niet als worden. Als jouw beurt er, Chris. Ja, dankjewel. Lief van je. Ben ik niet, dat ben ik waar Sam. Dat is Paul niet. Jojo! Oh, nee! Gaat lekker vandaag, hoppa. Godverdomme, hij beukt me gewoon of saai. Ja, zijn anders ruzie thuis, Mark. Ja. Al. Ik ga hem vanavond opzoeken. Thank you.
Ik ben de lelijke spoiler kwijt. Ja, die achterkant, ja. Ja. Helemaal eraf. Heel eraf. Dat is toch wel knap hoor, moet ik zeggen. Ja. Ja. Zie je zo handelen, Chris? Goed bezig, jongen. Ja, ja, ook jongen. Lekker snelle tijd hoor, tien dus. Ja, blaas lekker mee nou. Zeg. Ja, maar ja. Het is een heel zenuwachtig oudertje. En je moet geen fouten maken. Paul, je mee aan de open kofferbakwedstrijd, of... Ja. Ik kan niet eens die auto meer herkennen, joh. Het is gewoon een zwart object met vier blokkenwielen. Ik denk, dat gaat hij sneller, maar... helaas. Hij is wel minder zwaar dan, ja. Klopt. Ja. Leeg. Oh, lekker hoor. Kraak, kraak. Yo. Moet je snel zijn, want ronde 2 begint nu. Oh, kak. Nog 4 races hierna. Oh, nog 4. Goed zo. Wacht hier maar even. Ja, ik kan even wachten. Zeg maar... Papa, drink je om kwart voor 9 gaat hier, ga je naar bed, zeg maar. Kwart voor 11 wordt het dan. Nee, kwart voor 9. Jullie doen toch wel handschakelen erbij, hè? Ik hoor daar gewoon autopilot, ja? Jammer weer dit. Ga je instellen, ja? Nou... Ja, autopilot, ik schakel altijd zelf. Tesla-instellingen. Als je Alt-F4 doet, dan rijdt de computer voor je. Ja, Ctrl-Alt-Delete gaf je een boost, dacht ik. Ja. Doe eens dan. Are you not? Komt er een als een idiote baan op? Wie is weer het haasje? Het is nog niet te filmen. En nog de tijd straf ook nog. Ja hoor, natuurlijk. En die andere duwt die druk met de baan uit en ik heb penalty. Ja, mooi. Bochtig baantje. Oh. Jezus, wat een bocht, joh. Lekker, hè? Dankjewel. Ja, ja, en, ja, jongen. Ja, ja. En dan Quaker eroverheen op. Jeu. Allemachtig. Wel genoeg bochten, toch, Paul? Ah ja, zat. Je moet werken voor je geld. Ik snij gewoon de hoekjes af. Oh nee, geen warning. Oh, ik ben disqualificeerd. Godverdikkie. Streng, hoor. Ben je echt gedisqualificeerd? Ja. Dat ben je niet. Ja. Te lang andere kant op gereden. Nee joh. De bochtjes afsnijden. Oh ja. Ah. Met 1 keer te veel denk ik. Ik ben helemaal niet goed genoeg in het spel voor zo'n baan. Dat weet ik, moeten we ook wezen. Everything under full control. We'll commit this now. Right on to lane 2. You've got 2 cars in front. Wel een lastig paantje, ja. Jongen, jongen, weer in het gras. Hé, hey, wat maakt ze foutje, jongen? Goed bezig, Sam. Ja, ik heb al moeite genoeg om al die bochten door te komen, joh. Ik slip als een gek, ik drift als een gek. Dat moet veel beter kunnen.
Volgens mij laat ik echt wel heel veel seconden liggen. Oh, oh. Durf jij even eraf, Sam? Nee, ik beuk de Foxy zo vies. Totaal onverdiend ook, man. Oh, wat? Ja, je bent transparant omdat ik een eikel bent. Al die bochten. Wat ik zo irritant vind, die heuvels. Kan je niet zien hoe de bocht loopt? Hm. Die Wijnberg die zit in mijn nek te hijgen hoor. Laatste ronde. Last lap, let's push up to the top spot. Dat zijn de Duitsers ook 70 jaar geleden. Nam iets meer mee dan alleen de baan, Chris. Nee! Lolo! Ah nee! Godverdomme! Wat? Een Jos die je stook, hè? Ook gewoon in de laatste bocht ook, hè? Dit wordt helemaal niks. Wat een moeilijk circuit dit, zeg. Jezus. Ben je al binnen, Evert? Ja! Jezus. Oeh! Oh, ik had hem nog! Oh, heb je hem? Had je nog, Mark? Ik had je nog. Nee, echt? Ja! Er reden de drie voor ons. En ik ben vierde. Oh, je hebt 2 seconden straks dingen. Anders... Nee, ook een snelle lap, Noxy. Zo, 1.33 man, netjes. Echt snel. Ja, maar ja. Dan heb je een Sam en een Quaker. En een Paul. Oh ja. Ja, de enige reden waarom ik eerste ben geworden is ook omdat ik als eerste startte. En ik ben er in de eerste bocht niet afgebeukt. Nou ja, ja. Dat scheelt. Dat scheelt enorm, ja. Ah, ik vind gewoon, je bent een echte vent als je gewoon door al het beukverkeer nog doorheen komt en dan eerst wordt. Ah, ja. Gewoon het gas loslaten als ze je beuken. Maar dat is het probleem bij Shadow, die houdt al het gas erop. En dan is het net of er een magneet in mijn deur zit. Dan zie ik hem in één keer die auto van hem tegen mijn deurpost staan. Oh, die Kweker heeft ook geen leven. Level 89. Tja. Huh? Hetzelfde circuit als net. Nee, steeds andere. Wil je deze dadelijk nog een keer dan? Nee. Ja, als het te moeilijk wordt, dan hoor je hem niet meer, hè? Dat is zo jammer, hè? Maar auto is wel leuk, hè? Ja. Ja hoor. Gasmaaien!
Ja hoor, en dan krijg ik de penalty, hè? Homo's. We hebben allemaal onze eigen manier om te zeggen, ik hou van jou. Zo! En jij zet hem ervoor. Sam, gewoon geen rem ook, hè? Oh, en een bal pal voor me. Nou, kom daar, maar eens, kom daar maar eens voor mij. Ja. Okay. Oh nee, al twee warnings. Grasmaaier! Ja. Zo, op jacht naar Noxy. Ah, lul! Sorry hoor. Vol in mijn kofferbak. Oh man. Nou ja, ik heb er zelf meer last van. Goed, godverdomme Wijnberg. Ik heb het 50 meter bord eruit gereden door jou. Right, you're on the final lap. Push to the front. Fuck! Amateur. Klopt. Zo, Sam, je snijdt af, jongen. Nou, ik ga niet helemaal om die bocht heen. Baantje dit trouwens. Joehoe. En terecht. 4 strafseconden, waar was dat dan weer? En terecht. Oh, ik ook. Oh, ik moest 2 seconden voorsprong hebben. Heb ik net aan, of niet, Chris? Ik heb allemaal strafseconden, alleen Shadow niet. Ah. Ja, precies. En ik weet wel welke bocht dat is. Daar ging Sam rechtdoor, zeg maar, in mijn kofferbak. Echt waar, jongen. Echt, Sam, ik vloog gewoon 100 meter van recht vooruit, jongen. Met zo'n pisvlek ben je ook, hè? Gewoon niet remmen, gewoon plankgas. Gewoon met 200 kwam die er gewoon in. Ja, want het spel heeft het de tweede of de derde keer door, hè? Klopt, dan wordt hij transparant. Jongen. Ja, klopt. Dat is dan weer jammer. Dat is helemaal niet jammer. Nee, dat is hartstikke goed, Robo. Ik had ook Noxie op een gegeven moment, die kon ik echt zo goed van de baan af. En toen werd ik dus transparant, dus ik ging gewoon door hem heen, helemaal in het grind in. Ja, goed zo. Dat is echt baan. Klopt, ik voelde je haat door mijn lichaam heen komen. Oh oh. Oh, Chris, sorry? Je start achterin. Ja? Nou, we hebben wel één voordeel. We kunnen op Evert en Paul balanceren bij de eerste bocht. Swaffel mij maar lekker hoor, jongens. Ja hoor. Lekker. Kom er maar bij. Ik heb wat vaseline op mijn trekhaak gedaan. Ik trek je er wel heen, hoor. En dat helpt helemaal niks. Hey Noxie, waarom heb jij zo'n oranje helm boven je auto? Ik doe niet aan ellebogen, alleen hele vuisten, kerel. Ongelubriceerd.
Ik moet mijn muesli ophalen. Lekken jullie ook zo? Wat olielekkage? Lekker maat en die ging recht achter je aan. We hebben geen tijd om te beuken, Evert. Dan gaan we nergens over, dit werk is. Ja, precies. Die motorkap staat omhoog. Wat? Ik heb weer penalty, hoezo dan? Serious Sam, I'm coming for you! It's the final lap. Come on, we don't want last place. Er helemaal niemand aan jij. Ga je via, ga maar zoeken. Jojoe. Ah! Wat ben jij een speerzak, joh? Ik was er anders voorbij. Ja, dat zijn ook... gewoon af. Ja, tuurlijk, wat denk jij dan? Kijk dan. 50, 40, 5, jongen. Hier. Oh, Shadow! 40, 3. Ho. Lekker, Shadow. Wat een tijd, man. Mike, dit. Waarschijnlijk je laatste ronde de snelste ronde. Waarschijnlijk. Toen je door iedereen eruit getokt werd. Wel een leuk baantje trouwens dit. Ja. Dit is een halve van Oostenrijk. De Red Bull ring. Door midden gesneden. Barcelona. Oh god, dit is een zware jongen dit. Oh. Barcelona, ja. Met heel veel rechte, hoekige haken, bochten. ik moet toch eens even wat beter instellen, want ik start elke keer als laatste. Gaat wel beter met het stuurtje, Paul, hè? Zeker, ja. Mijn keyboard was nooit gelukt. Oké. Godverdomme. Die kweker die beukt mij. Damn. Nox heeft de autootje door, hè?
Ja hoor, botbol. Ja, je knalt tegen mij aan. Kak. Komt hij weer, hè? Ja, je werkt zo langzaam. Ja. Ah, hier, bom. Die chicane is het kut. Nee, ik knap, sorry. Je vlies wat. Nog iets, zijboord ook nog. Gaat hij die kweker slaflaar? Ja, die zit, daar zit ik bij in de kont, laat maar zeggen. Maar die beukte, ja. die beukte me net vanaf. Of die gaf me een beuk. Nee, ik ben net van hem af. Godzak. Remmen is angst. Oh ja, die laatste bocht kun je ook plankgas nemen. Hey, Quaker, dat is een mooie snelle ronde, jongen. Wow. Ja. Ik dacht dat ik de snelste ronde had, maar helaas. Kijk Sam, het kan 4 seconden sneller, jongen. Ja. Ik raak veel te veel zijkantjes. Dat zijn ze gisteravond ook, of niet? Nee, dit zegt ze alleen in het weekend. Ja. Oh ja. Dat zei je moeder ook, dat zei je moeder ook vannacht. Dat weet je helemaal niet. Oh. Hij weet even het alles van, hè? Als hij niet kan racen, dan heeft hij ook niet de snelste rondetijd. Die kweker kan wel rijden. Alleen hij kan ook beuken, helaas. Ja. Deed hij eerst niet. Ik denk dat hij dat van de zwakkelaar geleerd maar heeft. Deze moeten we even vergeten. Je kunt nu je zoon even op bed gooien. Of hebben we er nog één? Hij is aan het loaden, volgens mij. Low adding, yes. Oh nee. Ja, skirmish. Ja, je kunt hem nu op bed gooien. Tot zo. Ga ik even... Hey, liet hij helemaal niet zien wie de overall eerst is geworden? Ja. Dat was Nox. Oh. Jikke. Gefeliciteerd Nox. Ik weet alleen 2 en 3 heb ik niet gezien. Shadow 2 en Swaffelaar 3. Kijk.
Hey, als jullie aanstaande avond weer winnen willen, kan ik film best even een avondje overslaan, hè? Zo prima. Ja. Oké. Okay. Gaan we even de rondes aanpassen. We zullen eerst even de makkelijke doen, dan kunnen jullie even aan de auto wennen. Even kijken, wat hebben we allemaal voor moois. Ah ja. Ja, dat is dan ronde 1. Dan hebben we ronde 2. Ronde 3, ronde 4, ja. Nou, dan zal ik eventjes hem op 1 zetten, want dan kunnen we vast een rondje doen, tot Flappy weer terug is. Ik hoor 2 miljoen, oké. Okay. Purchase, purchase. Dat heb je ook gewoon, 2 miljoen. Natuurlijk niet. Ik wou zeggen. Confirm car loan, oké. Okay. Heb ik wel, maar dan moet ik even op de ING inloggen, hè? Hoezo, heb je het nodig? Altijd. Nou. Oh, let er wel even op dat de Shadow dus stilstaat, hè, bij de start. Hm. Bij de ronde 2 verdwijnt hij. Ja, maar hij beukt altijd, dus die wordt wel transparant. Nou, die gozer die heeft weer een andere auto gekozen, hoor. De Cadillac DPI VR. Ik weet niet wat dat voor hem is. Zit hij er nog steeds bij? Ik dacht je hem al uitgekikt had. Nee, dat. Ja, jij helpt me ook niet, hè? Je zegt ook niet van hé, hey, zet het even uit. Dat had je zelf al lang gezegd, een paar rondes geleden. Je helpt me ook niet. Jongen. Ja. Nou, dit is wel snel, toch? Deze autootjes. Heel snel. Yes. Alleen de laadtijden die zijn wat minder. Ja, ik zal die Colombiaan er zo even uitgooien. Nee, je bent precies op tijd, Chris. Dat heb je snel gedaan. Tandenpoetsen ja, overgeslagen. Hier, rotten, dekpet eroverheen, pitten en ik ga weer naar boven. 0.45 met de kussen. Oh, dit gaat heel snel dit. Oh, ik denk dat er spoilers aan vliegen. Doe jij het even? Kijk eens een beetje door, Fresh, joh. Traag op. Ja, moet voor die Shadow hier. Die lompe Harry. Oh, als je dan zo over het dwars gaat, moet je het gas loslaten. En dan alleen maar sturen. En niet op het gas gaan, want dan gaat hij spinnen. Ja, maar ook als je over zo'n curve heen gaat en je staat op het gas, dan reageert hij ook op. Ja. Waarom zegt hij dan niet eerst voor dat we beginnen? Nou, echt weer die kweker hoor, die beuk me weer. Goddamn motherfucker. Nee, dat ben ik. Flash. Ja, ook. Nice
Hij gaat overpassen. Hij is toast. Fucking Colombian. Misschien is wel een van de drugs begon. Weer aan, hè? Hey, wat gebeurde er, Sam? Stekker eruit getrokken. Alweer? De rijdt onder een NPC voor me en die blokkeert me. Kut, weer dezelfde bocht, dezelfde fout. Fuck, fuck, fuck. Ja, dat is omdat Sam gedisconnect is. Denk ik. Ja, wat dan dus gebeurd is. Is dat Tris me weer bijhaalt, omdat ik achter zo'n verstekeling zit, weet je wel? Oh, Tris, bijna onder de 1 minuut. Als je boven de 2 minuten 1-2 rijdt, ben je een loser, hè? My back. Nee, ik vind 1-1-4-96 en hoger, jammer. Niet onder de 1 minuut rijdt, ben je gewoon een faggot. En als je 1, 2, 3, 88 rijdt, dan krijg je de retard race, hè? Rollator zat nog achter het rempedaal vast. Zijn jullie klaar? Ja. Kun je me weer uitnodigen? Ja, vind je geen fijne auto, Sam? Ja, ik was even boterhammen smeren. Wat? Met dat racen? Ja, ik kan nog wel trek hebben. Jezus man. Alles tegelijk, hè? Heb je vanavond niet gegeten dan? Ja, jawel. Heeft hij ook. Die jongen die eet de hele dag door. Eet je arm. 30 euro per dag. Oh-oh. Oh. Nou, zolang je ervoor werkt en het je betaalt. Grappig. Hij maakt daar wel een hoop grapjes even. Wat een leuke krantenwijk. Morgens om 4 uur beginnen. Ben je voor je schooltijd klaar? Er is altijd een verschil, hè? Tussen grapjes en waarheden. Beter onwijs, man. Moet ik jou uitnodigen weer, Sam? Je kunt er gewoon erbij komen. Nee, ik ben door Inactivity ben ik eruit geklapt. Maar alle eerlijkheid op een stokje. Wat wel de ultieme vernedering is, als Sam van jou wint, Mark. Die jongen heb je notabene heb je die zelf lopen maken. Die heb je 18 jaar lang, heb je die lopen opvoeden en 17. Dan race je eruit, weet je wel? Het is echt gewoon slecht. Ja, dan gaan we het even anders doen, hè? Of je kan heel trots zijn. Ik weet het niet. Mijn vader zei altijd van eventje van opvoeding genoten, maar je hebt er duidelijk niet van genoten. Even kijken, wat hebben we allemaal voor moois. Bom. Nou ja, ik had er ook wel mooie opvoeding. Ik wist altijd precies hoe duur in elke supermarkt de bier en het wijn waren. Dus ja. Oh, klinkt niet echt positief. Nou ja. Oh, jawel. Een mini? Ja, precies. Mini. Ja, dan kunnen de oude mensen het ook volgen, hè? Wat toch? Hij heeft zelfs moeite om de berg op te gaan, deze auto, dus.
Oh, er zit er een wat anders te doen dan een racen. Ja, die loopt te, te masturberen. Nee, die zit gewoon te eten. Ja, ja. Je slaat, zegt ze allemaal. Je slaat met zijn tampeloeres op stuur. Godverdomme, ben ik weer die kweker er vergeten uit te halen. Hij blijft maar hangen ook, hè, die gozer. Hij vindt ons gewoon hartstikke gezellig. Ja, hij denkt, wat een goede host. Elke keer andere auto's. Vindt hij leuk? Wil hij ons als vriend toevoegen zometeen? Ja. Die klein. Hebben we toch nog een vriend? Kan je wel zeggen dat je een Colombiaanse vriend hebt? Ja. Maar ja. Een poedervriend. Ik weet inderdaad niet of dat handig is. Zo'n irritant zoontje van een drugsbaron, weet je wel. Ja. Ja, die heeft waarschijnlijk wel een dikke pijp, ja. Nee, Paul! Ah, jongen! Ik doe niks! Je stuurt in één keer vol naar links. Gaan al zo langzaam die auto's. Ja, inderdaad. Oh, Shadow weer hoor, vuile kut homo. Nee, jij stuurt, eikel. Het is ook niet te filmen dit, echt. Nou, volgens mij denk ik niks fout hoor. Nou, ik kan me vergissen natuurlijk. Je moet remmen, Paul, hè? Ja, ja. Zit er ook in, hè? De rempedaal, die zit ernaast. Jezus. Oh. Ja. Wat is? Eerst vol met Sam erin en dan Paul vol bij mij erin. Zo, ik voel het gezellig. Ik voel de liefde. Oh, ja. God, allemaal. Dag Shadow. Hallo, hè? Ah, niks nou, hè? Ik zeg alleen dag. Heel blij. Ik ging op twee wielen. Ik ben aardig aan de kloten volgens mij. Althans de auto dan. Jongen. Wat een rammelbak is dit. Hij stuurt ook zo lastig. Ja, je wil het gas er niet afhouden, maar dat moet je wel doen. Ik is niet vooruit op branden, man. Waarschijnlijk zit even nu pompen te trappen op zijn gaspedaal. Nee! Verlies mijn kofferbak. Ik zie de tanks erachterin, zie ik. Jongen. Je snuffelt aan mijn billen, hè, Chris? Ja, ik wil heel graag langs. Maar jij laat me niet langs. Dan moet ik even aan je billetjes ruiken. Hey, flashbuck, jij die kweker er even af? Ja. Hij beukt zichzelf er al af. Ik deed niks, Chris. Ja, precies. Ik wil langs je heen, maar ja, dat... Precies voor mij spinnen. Wel jammer zo, helemaal saai voor jou. Just stay out of their way. Ja, ik kan niet verder omheen, helaas. Dus ik het uiteraard gedaan. Oh.
knopjes. Nou, we gaan ze toch weer even wat snellers pakken, want ja. Het is net of ik met een kruiwagen aan het lopen ben. Kiss in the wall! Alex? Side by side, motherfucker. Deze auto die rijdt echt alsof je met een droge dwel over je kale hoofd heen gaat, weet je? Gadverdamme. Nou, ik heb in ieder geval kweken goed gebeukt. Dat je je afvraagt, voelde een push nou vroeger zo, weet je wel? Echt, Eigenlijk. Gat. Hoi Paul, je moet nog rijden.